Aan de laatste fruitige tafel van dit jaar SRC Fruitcorso TV is aangeschoven Sjors Brandt, bestuurslid van Fruitcorso Tiel. Ja, voor de goede kijker, die heeft al lang gezien dat ik alleen maar water in mijn kannetje heb zitten. Klein beetje maar. Ja, maar jij hebt de koffie daar al in zitten, alsjeblieft. Heerlijk. Hey Sjors, we zien jou eigenlijk niet echt voor de schermen, maar meer achter de schermen. Als het om Fruitcorso gaat of Stichting Stroomland. Wat doe jij daar? Ik ben bestuurslid CCO, heet dat, van de contactcommissie Corso-overleg. Ik sta in contact het hele jaar door met de Corso-clubs. We komen een aantal keren in een vergadering bij elkaar. En we bespreken daar alles wat met het Corso te maken heeft. En dan praat je over vanaf evalueren het afgelopen Corso tot weer het opbouwen naar het nieuwe Corso. We bespreken de ontwerpen die er allemaal komen. De reglementen bespreken we met elkaar. Maar ook heel veel andere voorzieningen die er zometeen in het weekend zijn. We proberen het Corso te faciliteren naar de clubs. En daarnaast ben ik betrokken bij de regie van het Corso. En de jurering van het Corso. Ja. Ja, de jurering is natuurlijk best wel belangrijk. Ja. Voor sommige clubs iets meer dan voor de anderen. Ja. Maar hoe gaat zo'n jurering in zijn werk? Hebben jullie daar een bepaald draaiboek voor? Ja, ja. Ja, we hebben in totaal 9 juryleden, 9 vakjuryleden. En we komen 's ochtends ongeveer om 8:30 bij elkaar. We heten de jury welkom. We bespreken alles wat we die dag wat we moeten bespreken. We gaan rond een uur of 9:30 naar het juryterrein toe. Daarin zien we al de deelnemers binnenkomen. En de bedoeling is dat we ongeveer, dat er 9:30 een eerste schouw is door de jury. En dat ze ongeveer vanaf 10:00 kunnen jureren. Dan wordt er in ieder geval gejureerd op 4 punten. En dat is het idee, stijl, de vorm, de kleur en de verwerking van producten. Dat is waar ze de jurypunten op geven. En dan geven ze van 0 tot 10 punten. Ze mogen ook halve punten geven. Ze mogen elkaar corrigeren. Ze mogen elkaar tips geven. Ze mogen met elkaar praten. Dat is alleen maar goed. Alleen de jurering is individueel. Voorheen hebben we nog wel eens in groepen gejureerd. Maar dat is niet wenselijk meer in deze tijd. En dan is het zo dat we rond een uur of 12... dan hopen we dat we de punten allemaal verzameld hebben. Die voeren we in de computer. We gaan proberen de jeugd eerder in beeld te krijgen dan de grote wagens. Dus we hebben best wel een kluif werk om het allemaal in te voeren in de computer. Dat doen we met een commissie jurering. We komen al ongeveer bijna 30 jaar denk ik bij elkaar. Joh. Dus we weten al echt wat we aan elkaar hebben. Dat gaat heel goed. Daar voeren we al die gegevens in. En die worden dan door, we hebben een juryvoorzitter die ook juryvoorzitter is bij andere cursussen. Die is bij ons ook een hele goede gespreksleider. Die probeert de uitslag die er dan op dat moment ligt, om daar goed even met elkaar te bespreken, zodat ook iedereen erachter staat wat de uitslag is. En dan 's middags, dan bij de start van het corso, dan worden punten gegeven op het totaal wat ze zien. En dan mogen de juryleden, daar weten ze dan niet meer, ze geven eigenlijk dubbele punten. En daarin wordt vaak de doorslag gegeven tot uiteindelijke winnaar. Ja, dus het is niet zo dat eigenlijk 's ochtends, wat veel mensen denken, de winnaar al bekend is en dat er geen jurering plaatsvindt op het parcours. Nee, er is zeker jurering op het parcours. Dat is juist heel belangrijk. Uiteindelijk weegt de jury ook af. Want kijk, 's ochtends zien ze de wagens zonder figuratie, zonder theater, zonder muziek. Dan is het een kale wagen. En voor een wagen die dus alleen maar beeld voorstelt, die ziet er al perfect uit. Maar zometeen op het parcours, dan zien de juryleden dus ook het theater wat erbij hoort, de muziek. En dan moeten ze een afweging maken van, past dat nou bij het ontwerp? Versterkt dat nou? Of juist niet? Ja. En die afweging maken ze tijdens die middagjurering. En dan geven ze punten. En na afloop van de eerste ronde, dan proberen we heel snel die formulieren van ze af te pakken. Ze hebben natuurlijk wel even de tijd nog om te corrigeren, want ze moeten wel die laatste wagen steeds gezien hebben. Bij de jury, bij de jeugd, pakken we dus na de laatste jeugdwagen, proberen we dat ook al te doen. Dus we gaan die gegevens alvast invoeren. Ja. En dan is het een traditie bij ons, en dat is bij heel veel corso's niet zo, dat we bij de tweede ronde de uitslag hebben. Ja. En dat proberen we binnen een half uur. Ja, het moet wel goed gebeuren, vinden wij. Maar dan proberen we hem te hebben.
Ja, en dat is op zich best spannend natuurlijk. Want op het moment dat ze die tweede keer langskomen, dan wordt er inderdaad door de presentatoren op het taluut geroepen van u mag stoppen. Ja, en alleen de winnende wagen mag stoppen. En we reiken misschien ook, dat ligt bij de jury, we hebben ook nog Teun Leijendijkprijzen. Dat is een innovatieprijs per jeugdwagen of per grote wagen. Waarvan de jury kan zeggen van dit jaar reiken we hem niet uit. We vinden het niet innovatief genoeg. Dat kan. Het moet ook een bijzondere prijs blijven. Maar het kan ook zijn dat de jury zegt van ja, we kennen hem toch eentje toe. En dan is het zo de bedoeling dat de presentatoren krijgen van ons een brief waarin staat waarom dat hier wordt toegekend of waarom niet. Dus daar staat altijd een motivatie in richting de presentatoren wat er gebeurt. En dat is met de tweede ronde bekend. Ja, ja, mooi. En dat is natuurlijk, ja, ergens wil je die, ja, misschien die bijzondere prijs nog wel meer winnen dan de eerste prijs. Ja, er zijn heel veel ontwerpers, dat weet ik gewoon. Die hebben ook Teun Leijendijk, dat was een persoonlijke vriend van mij ook. We hebben hem heel goed gekend. Maar we hechten heel veel waarde aan die prijs. Ja. Omdat dat een stimulans is. Teun stond vroeger altijd iedereen goed bij. En dat was een hele mooie man. En die was gewoon in raad en daad was die altijd aanwezig. Dus wij hechten heel veel waarde aan die prijs. Ja. En dan kijken jullie ook naar wat voor producten erop zitten? Of kunnen ze gewoon maar raak plakken? Nee, we hebben een reglement met elkaar afgesproken. In het reglement staat dat elke corsowagen moet beplakt worden met groenten en fruit, bonen en zaden. In principe geen citrusvruchten, geen bananen. Dat is uit de boze bij ons. Dat is geen reclame voor onze Betuwe. Ze mogen natuurlijk wel, in tegenstelling, vroeger was dat wat minder, maar ze mogen wel alternatieve materialen gebruiken. Maar dan moet je je eigenlijk bij voorstellen dat ze het alleen maar mogen toepassen wanneer het een effect genereert wat je niet kunt uitdrukken in producten. En dat is voor iedereen natuurlijk verschillend. Dus een ontwerper mag die afweging maken, of een corso-club, maar uiteindelijk bepaalt de jury dan wel van, heb je dat goed afgewogen of niet? Ja. Dus dat, het kan tegen je werken, het kan met je werken. Ja, dus je kan alternatief product erop strooien of plakken en denken van, dit vind ik geweldig. Terwijl dan dus de jury zegt van, joh, je had dit en dit aan fruit of groente erop kunnen doen. Ja, je had het ook met dat kunnen doen. Ja. Ja. In het verleden hebben we dat wel eens gehad, bijvoorbeeld met iets wat een spiegel of glas moest voor. Kijk, dat kun je niet namaken, hè, als je ergens erheen wil kijken. Dat is met Judaspenning nog wel een beetje te doen. Maar wil je het, dat effect kon je niet nabootsen, zeg maar. Dus als voorbeeld. Ja. Ja. En dan hebben we, ja, hebben we natuurlijk echt wel een beetje over de jurering gehad. En dan heel iets over het parcours wat er gebeurt. Ja. Is er nou nog iets bijzonders? Want het is niet alleen die dag, hè. Het is eigenlijk een hele corso week. Ja. Is er iets bijzonders wat jij zegt van, joh, dat is ook de moeite waard. Of dat is wel extra leuk als mensen daar ook gaan kijken. Ja, ja. Wat we sinds een aantal jaren hebben. Dit jaar heb je het Corso by Night. Is een lustrum. Het vijfde Corso by Night. Daar zijn we enorm trots op. Het is in het leven geroepen omdat wij dachten van, nou, we willen graag nieuw publiek aanboren. Het is natuurlijk zo, het gaat niet meer over de kleur, over de vorm, over de producten. Want dat zie je bijna in de avond niet meer. Dus je ziet dan nog door middel van verlichting hoe mooi dat de wagens uitgelicht kunnen worden. Daar hebben we ook speciale jury voor. We hebben speciaal vakmensen daarvoor die dat gaan weer beoordelen. Ook iemand van de TU uit Delft hebben er dit jaar bij. Maar het is een heel, ja, dat Corso by Night gaat beginnen om 8:30. Dan is het een beetje schemering aan het worden. En van tevoren gaan we artiesten krijgen. We hebben dit jaar hebben we om 7:30 Kielke John. Dat is haar artiestennaam, Kielke van Buren. Een enorme belangrijke persoon uit Tiel. We kennen haar. Zij is ook een hele goede zangeres. En betrokken bij veel musicals. En zij treedt op tot 8:00. Dus vanaf 7:30 tot 8:00. En daarna hebben we een tributeband, ABBA Fever. En we hopen dat dat een enorm feestje gaat worden. En dat de mensen zich uitgenodigd voelen om te gaan dansen, om te gaan springen. Ja. En we hebben een heel mooi opwarmetje naar het avondcorso wat om 8:30 start. En daar voorbij trekt. Ja. Ja, en eigenlijk moet je daar, als je daar naartoe wil, nou, moet, niks moet. Maar is het beste om daar kaartjes voor te kopen, denk ik? Ja, de kaartverkoop loopt al heel goed. En ik heb begrepen dat ik zou zeker een kaartje, als ik wel wil zitten, dan zou ik zeker aanbevelen om een kaartje van tevoren aan te schaffen. Want het wordt heel erg mooi. Het wordt heel erg gezellig. Ja, en dat kan op de website waar ook meer informatie te vinden is. www.fruitcorso.nl. Daar is alle informatie op te zien. Je mag de mok meenemen. De laatste die we weggeven aan deze fruitige tafel. Aandenken. Ik vond het
Ja, leuk om je te spreken. Ik ga je zeker op het parcours zien als je de regie voert over de hele stoet. Ja. En voor nu, fijn dat je er was. Dank je wel. Dank je wel, hoor.